tijd om jullie reacties te gaan lezen. Om jullie geen vragen. En dan kan ik antwoorden geven. Goedemiddag allemaal en welkom bij de antwoorden van de Q&A van de 3000 sub video. Ik heb heel veel vragen binnengekregen, dus laten we er maar gelijk in gaan duiken. Ik heb mijn laptop voor mijn neus liggen, dus daar liggen de comments op. Dus als je mij zo ziet kijken, dan zet ik al even naar vragen te kijken, weten jullie dat dan. Goed, eerste vraag komt van Miloetje 1234578. En die had geschreven, Q&A, drie vragen, laten we maar beginnen. Wat is je favoriete Legend of Zelda game? Ocarina of Time, nog steeds. Ben je van plan om Splatoon als een special een keer te doen? Ik heb het spel Splatoon niet en Splatoon is niet echt mijn kind of game. Oeh, hey. Nee, ik ben er niet echt een liefhebber van, maar ik vind het wel leuk om te kijken. Maar zelf zou ik het niet echt spelen, dus sorry daarvoor. Oké, okay, mijn vragen zijn op, maar ik wil nog wel heel even kwijt dat ik je dankbaar ben voor alle leuke video's die je plaatst voor je... En voor je aanstekelijke vrolijkheid. Graag gedaan, Miloetje. Oké, volgende vraag. Gielstra. Als ik de naam verkeerd zeg, mijn excuus daarvoor, jongens. Ik ben heel slecht aan lezen, dat weten jullie. Oké, wat is je favoriete Let's Play in het Nederlands, in het Engels en in het geheel? Nou, mijn favoriete Let's Plays die ik op het moment gedaan heb... mijn favoriete Let's Play, ondanks dat het veel editwerk was, was Hardcore. Tot nu toe de eerste serie, want de twee series nog niet compleet. Dus Hardcore zeker, omdat dat was met de hele crew hartstikke gezellig. Dus even kijken, in het Engels... Dat is lang geleden. Ik denk dat ik toen de grootste lol had gehad eigenlijk met Resident Evil 4 in het Engels. Hou het daar maar op. En in het geheel, ja, dan blijf ik denk ik... Ik moet zeggen dat ik de Wind Waker in HD... Ja, dat die eigenlijk in het geheel eigenlijk wel het leukste winnen. Aangezien dat audio commentaar was ik echt heel erg tevreden over. Dus hou het daar maar op. Oké, volgende vraag. Spiny Games, weet je nog toen op de Dutch YouTube Gathering, Zeep, dat ik de foto zaakte samen met jou? Ja, dat weet ik nog. Dat was tot we Mario Kart eerst gedaan hadden, ook nog samen geloof ik. Hartstikke leuk. Leuk dat je dat nog herinnert. Ik herinner me ook nog. Leuk. Oké, Dylan Abrahams, die had geschreven, wat is jouw favoriete Let's Play om te doen? Jouw favoriete Let's Play resultaat? Special of Let's Play, maakt niet uit. Het meeste daarvan heb ik al gevraagd, maar het leukste wat ik vond om te doen, vind ik een andere vraag. En de leukste die ik vond om te doen was zeker Terraria, omdat ik had hem gekregen van de touwler. Ik wist niet echt veel wat er in dat spel te vinden was. En na een tijdje kwam ik erachter dat het spel zo gaaf was. Dus vandaag, dan die. Ik wil het een beetje kort houden, want we hebben heel erg veel vragen om erheen te gaan. Even kijken, goed. Die hebben we nou net gehad. Moet ik eventjes naar beneden scrollen. Okay, de volgende is van Wannes Hanskin. Ik zeg het dit keer goed! Yes! Het komt alleen maar omdat het toevallig in de comments staat. Maar dat maakt niet uit. Goed. Please, spreek mijn naam goed uit. Heb ik zojuist gedaan. Zo zeg je het, gefeliciteerd met 3000 subs. Maar oké, nu de vraag. Heb je een keer zware ruzie gehad met de touwler of iemand van de handelcrew? En zou je alsjeblieft een keer Geomatic Dash willen spelen? Of reacten, zal ik maar zeggen. PS, je bent awesome. Nou, ik heb nog nooit van dat spel of video of wat het dan ook is gehoord. En ik heb een hele waslijst met spellen die ik nog moet gaan doen. Dus ik denk niet dat dat zou gaan worden. En een keer zware ruzie gehad met de touwler? Nee, eigenlijk niet. Ook niet eigenlijk met de hele handelcrew, ook niet. Ik bedoel, we zijn een heel erg... goed team samen. We hebben wel eens een keer een meningsverschil over iets of zo, maar echt ruzie? Nee, absoluut niet. Goed, volgende vraag. Willem Ben je ooit van plan om oude Let's Plays nog een keer te doen, maar dan beter? Zoals Super Mario Galaxy 2. Eerlijk gezegd ben ik daar niet van plan, omdat ik heb al zo vaak Ocarina of Time naar de laatste tijd gedaan. Ik heb hem één keer in het Engels gedaan, ik heb hem één keer volgens mij al in het Nederlands gedaan. Ik heb hem twee keer in het Engels gedaan en één keer in het Nederlands gedaan. En toen dacht ik bij mijn eigen van als een Let's Play gedaan is, dan is hij toen gedaan. En dan moet ik daar ook eigenlijk niet meer aan terugkomen, want dat heeft dan zo'n memory. Dus nee, gewoon nee, nee. Oké, volgende vraag. Van Mike Filters. Oh, en Zelda Player 20. Hoeveel stuks denk je de... hoeveel subs denk je volgend jaar rond deze tijd te hebben, Q&A? Ik heb geen flauw idee. Eerlijk gezegd, ik doe de video's speciaal voor de kijkers. Komen er nieuwe kijkers bij, hartelijk dank daarvoor. Maar echt om een nummer te noemen, volgend jaar op 4000? Misschien dat ik dubbel zwart groei? 5000? Ik weet het niet. Volgende vraag, alsjeblieft, kan ik geen antwoord geven. Volgende vraag, Sam van der Drift. Welke game vind je leuker? Mario 3D Land of Mario 3D World? 3D World, by far. Zeker, 100%.
Oké, Erik B. die had een hele vragenlijst. Oh, dat is een hele lange lijst. Moet ik even zelfs wat meer lezen drukken. Ja, jullie zien hem al, maar ik nog niet. Oké. Wie is je favoriete Nintendo-personage? Zo, en er zijn er zoveel van om te kiezen. Oei. Ja, ik denk dat ik dan toch met Link ga. Aangezien dat Link, ja, ik ben een Zelda-player. De Legend of Zelda is altijd waar. Nee, ik denk dat ik bij Link ga. Oké, volgende vraag. Welke Nintendo game vond jij een teleurstelling? Als er één is dan. Spirit Tracks, by far echt. Van Nintendo games, Spirit Tracks, Legend of Zelda, worst Zelda game ever. Do not play it, serieus. Misschien dat ik hier nou een paar fans mee boos maak, maar ik vond Spirit Tracks één van de ergste Zelda games die ik ooit heb gespeeld. Sterker nog, ik vond het één van de ergste Nintendo games die ik ooit heb gespeeld. Al moet ik zeggen, tot Paper... Mario Paper... Of Paper Mario Sticker Jam ook behoorlijk teleurstellend was. Maar goed, Spirit Tracks voor beesten. Waar zou jij graag willen wonen in de wereld van Zelda? Hyrule, Termina, enzovoort. Dan zou ik kiezen voor de Hyrule in Twilight Princess. Sowieso, dat is een heel groot landschap. Het ziet er heel erg mooi uit. En als je de hele tijd ook wel die muziek zou kunnen horen, wauw, geweldig. Maar als ik dan echt op een specifieke plaats, dan zou ik Ordon Village eigenlijk kiezen. Omdat het is dan lekker rustig, lekker in de bossen. Niet echt Hyrule Town, lekker ver weg. Gewoon lekker een dorpje, lekker op afstand. Dus, of Kakariko Village, dat is ook wel mooi, maar dat is in de bergen. Nee, dan zou ik dan liever voor Ordon Village gaan. Ordon Village. Wat is de moeilijkste game die je ooit gespeeld hebt? Meat Boy. Ik heb hem nog steeds niet uitgespeeld, zo erg is het. Welke amiibo vind jij het gaafst? Ik vind mijn Pikachu amiibo het gaafst. Ik heb 3 amiibo's, Pikachu, Link en Mario. En van die 3 vind ik Pikachu de beste, dus die vind ik ook het gaafste. Als je 1 spel mag kiezen die je meeneemt naar een onbewoond eiland, laten we even uitgaan tot er internet is en zo. Welk spel zou dat zijn? Nou, als er internet inderdaad zou zitten, zou ik sowieso voor Terraria gaan. Aangezien de Terraria oneindig speelplezier kan geven. En als je dan ook nog eens een keer hebt om multiplayer te kunnen doen met Terraria. Nou, dan verveel je geen minuut. Dan zou ik echt gewoon oneindig kunnen blijven spelen. Zeker met vrienden en zeker als ik alleen zit op een onbewoond eiland. Ik bedoel, serieus. Ik bedoel, dat is ook makkelijk dat je af en toe een keer een slokje drinken en alles kan nemen. Waarom niet? Goed. Wat is jouw favoriete video van jezelf? Heb ik die eigenlijk al geantwoord? Nou ja, dat is Let's Play, dus video. En dan ga ik voor dat interview met Paul van Gorinchem. Dat is een van de favoriete video's die ik ooit heb samen, omdat dat was een dat is echt een droom van mij geweest is. Oké, volgende. Ga je ooit nog Pikmin 2, 3 of 4 doen? Zeker 2, 3 zeker, denk ik. 4 is nog niet uit, dus kan ik nog geen antwoord op geven. Oké, kun je ook niet wachten op The Legend of Zelda voor Wii U? Nee, daar kan ik niet op wachten en ik baalde van tot Nintendo er zo geheim over heeft gedaan in 2015. Sorry voor de vele vragen, maar ik dacht ik houd je even bezig. PS, maak geweldige video's en daarom heb je abonnees verdiend. We zouden je dankbaar moeten zijn. Ik ben jullie dankbaar! Dankbaarheid! Volgende vraag. Oké, van het Zeldacast team. Zou je een keer de Binding of Isaac Rebirth Afterbirth willen let's playen? Technisch gezien doe ik dat via livestreams. De reden waarom ik daar geen video over maak is... Ja, het is elke keer random en sommigen die vinden dat spel weer niet leuk, sommigen weer wel. En dus zeg maar, het is makkelijker om die te livestreamen omdat dan jullie ook de live bij zijn. Dat is wel wat gezegd. Dus ik hou bij livestreams. Mandelover had gevraagd, hoeveel let's plays denk je nog te gaan doen? Veel. Ik heb daar geen nummer voor. Het is een nummer dat is nog niet uitgevonden in de technologie waar we nou nog zitten. Dus ik weet nog niet hoeveel let's plays dat ik... ga doen of nog kan doen. Ik hoop gewoon zoveel mogelijk. Laten we het daarop houden. Oké. Samet Ergin die vraagt: wat is jouw top 5 let's plays? Ik heb net al eigenlijk zeg maar wat mijn favoriete is. Dus die staat sowieso op 1. Dat is Windweker in HD. Nee! In HD. Skyward Sword vond ik heel erg leuk. Super Luigi Galaxy. Mario Galaxy 2, dat is 4. En ja, Hardcore. De Hardcore serie, die was ook heel erg geweldig. Dus volgende vraag! Oké, die komt van Jappie 12345 met 3 vragen. Mooie video, Zippie. Vet dat je je eerste soort van Let's Play video hebt laten zien. Was echt actueel mijn eerste Let's Play die ik daar heb laten zien. Maar goed, maakt niet uit. Wat zou je nog met YouTube kunnen en willen bereiken? Ik zou het liefst mijn werk ervan willen maken. Maar ja, dat is nogal moeilijk om dat te doen. Maar dat zou ik er wel graag mee willen bereiken.
Ga je nog een multiplayer let's play doen op je kanaal met de Handdoekcrew? Ben op dit moment nog steeds bezig met de Hardcore 2.5 serie die in 2016 zou verder gaan. Dus dat is nog steeds met de Handdoekcrew. Begint de naam van de game van de volgende let's play met een P? Mag ik geen antwoord op geven? Waarom? Ik vind het leuk om dat een beetje een secret te houden. Wel kan ik jullie vertellen dat het eigenlijk oorspronkelijk de idee was om mijn volgende let's play The Legend of Zelda Twilight Princess te kunnen gaan doen. Spoilers! Nee, hij zegt dat spoilers! Nee. Het probleem is, ik weet niet voor de mensen die de Nintendo Direct hebben gezien, maar Twilight Princess in HD is aangekondigd in maart 2016. Dus vandaar dat ik die let's play toch nog eventjes uitstel en voor een andere let's play ga. Welke dat er is, zullen jullie toch nog heel eventjes op moeten wachten. Totdat ik zover ben met Mario 3D World. En dan gaat de volgende let's play geven. En dat soort dingen. Goed, in ieder geval bedankt voor je reactie. Wat is je lievelings let's play? Die hebben we al gehad, Ricardo! Oké, hebben we nog meer. Jan Barend de Raad. Super tof en jij ook bedankt CP. Elke dag vanuit school een leuke video waar ik nu uit kan krijgen. Mijn vraag voor de Q&A is, hoe hebben jullie de hele Handdoekcrew leren kennen? Nou, eigenlijk is het een beetje gekomen via de Touwler. Ik heb de Touwler eerst leren kennen, dat was toen via... Hij vroeg mij toen of ik een kwaliteit... Nee. Eerst hebben wij samen toen de eerste Minecraft video opgenomen. Zo heb ik toen de Touwler leren kennen. Daarna kreeg ik dat pas. Toen hebben we elkaar ook wel vaker gesproken. Toen ben ik ook met Skype ben ik ook wel meer met zijn video's mee gaan doen. En zo ben ik dus eigenlijk zeg maar heel de Handdoekcrew leren kennen. En het klikt tegelijk en we maken hele leuke video's. Dus hopelijk beantwoord dat een beetje je vraag. Dus, maar goed, volgende vraag. Van Toadplayer, een hele waslijst weer. Oh boy. Dan gaan we weer op meer lezen drukken. Sorry voor de laatste vraag, even van mijn school als we komen en dan zullen we misschien een antwoord geven. Nou, we gaan een antwoord geven, oké. Waar zou je echt van dromen om nog een keer te doen? Wat is mijn grootste wens? Grootste wens? Om het nog een keer te doen, wil zeggen dat ik het al gedaan heb. Want mijn grootste wens is om een keertje naar Amerika toe te gaan, naar Disneyland Studios of Universal Studios. Omdat ik ben een groot fan van studios, dus om nog een keer te doen? Ik denk een goede voice actor weer te mogen interviewen. Ik denk dat daar gaan we voor. Oké, wat is je favoriete biome in Minecraft? Plains. Zeldplay 20, een leuke naam. Alleen heb je nog eerst andere namen in je hoofd gehad? Eerlijk gezegd, nee. Ik dacht eerst gewoon zoiets van... Dat ik ook aan voor Steven Plays, omdat iedereen die noemde mij Steven. Stefan. Dus. Die vond ik een beetje het. Ik wou die naam eigenlijk niet. Toen dacht ik bij mijn eigen van. Er waren al zoveel namen op YouTube. Dus ben ik toen gewoon als beginnende YouTuber. Ik was bijna 20, dus ik dacht bij mijn eigen Zelda Play. Want ik speelde van Zelda Games. En toen heb ik die 20 erachteraan geplakt. Want ik was bijna 20, dus waarom ook niet? Dus ik heb niet echt veel andere namen gehad. Heb je dus overwogen om van YouTube je beroep te maken? Cabaretiers verdienen ook geld. Nou, ik vind het wel leuk dat je mij ziet als een cabaretier, maar ik ben inderdaad van plan om daar mijn beroep van te maken, zoals ik al bij een vorige vraag heb gezegd. Dus, volgende vraag. Heb je het wel eens zo druk dat je aan dingen niet toekomt? Ja, mocht ik ooit een keertje het zo druk heb dat ik niet aan een video kan komen of iets kan uploaden of bewerken of wat dan ook, zet ik dus een update neer op Facebook en Twitter, waar dat je dus op de date kan houden als er dus een keertje geen video zou kunnen zijn. Vraag 6, koffie of thee? Zeker koffie. Wat heb je dan in je koffie? Liefst zoetjes of suiker? Nou, het liefst eigenlijk zoetjes. Ik heb altijd eigenlijk zoetjes erin. Groetjes, Toadplayer. Nou, dankjewel voor alle vragen. Oké, dan gaan we gelijk door naar de volgende vraag. De volgende vraag is van Robinski Vlogs. Als eerste even gefeliciteerd met 3007, zoals we vroeger zeven, acht maanden. Jullie kunnen het hier lezen. Oké, de vragen. Deed je op school ook aan acteren? Ja, ik heb op school best wel vaak geacteerd. Waarom ben je begonnen aan YouTube? Is een beetje uitgelegd in de 3000 sub video. Mijn moeder die pakte een camera, ik hield van entertainen. Ik was heel erg nerdig met videogames. En tot ik erachter kwam dat je daar de video's van kon maken. Mijn audio commentaar, wou ik dus zeg maar zo aan YouTube begonnen. Ik ben er een beetje ingerold. Wat is je favoriete Pokémon? Lolal, we hebben even van de hak in de tak. Mijn favoriete Pokémon, Jolteon. Ja, niet Pikachu, nee Jolteon. En daarna Eevee en daarna Pikachu eigenlijk. Dus dat is een beetje top 3. Gratis voor niks. Komt er ook nog een zeepgeur in boter of zaad? Nou, ik denk niet dat een botergeur eigenlijk lekker zou ruiken. En hoe zou het nou op zaad ruiken? Ik bedoel, als je dan hooi pakt of zo. Maar ik zou daar niet echt graag een zeep van willen hebben. Ga je Galaxy 3 doen als die uitkomt? Als die uitkomt, ja. Komt die niet uit, dan nee. Want dan kan ik hem natuurlijk niet doen.
alsnog op een zeep. Als een oude fan heb ik je zien groeien van een van de beste YouTubers. Naar mijn mening van harte gefeliciteerd. En zoals je al zei, op naar de 5000 zeepers. Bedankt voor de support. En ja, leuk dat je dat eigenlijk zo'n beetje hebt gezien. Ik zie het soms heel af en toe. Dus oké, dan gaan we naar de volgende vraag. En die komt van Robin van der Snoek. En die had geschreven, was je ooit zenuwachtig in je video's? Zenuwachtig? Nee. In het begin moeilijk met audiocommentaar dat ik niet wist wat ik moest zeggen. Ja, dan had ik echt zoiets van, ja, waar praat je nou over? Dus, maar niet echt zenuwachtig. Even kijken, volgende vraag. Welke vind je leuker, Galaxy 1 of 2? Sorry dat ik twee reacties moet maken, maakt niet uit. Galaxy 2, aangezien dat hij ook elementen heeft van Mario Galaxy 1. En, ja, Yoshi zat erbij en dat hoort gewoon, dat was helemaal gaaf. En die kon zwemmen dit keer, dus dat was helemaal geweldig. Volgende vraag komt van Dutch Games. Wat vind je van de touwler, vooral bij Minecraft? Ik ben eigenlijk best wel komisch in Minecraft. Gewoon af en toe die grapjes die erin kan gooien. En vooral als hij in paniek raakt, hoe hoog dat zijn stem al niet kan komen. Dat is helemaal geweldig. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in touwlers en video's, link staat in de beschrijving naar beneden ergens. En ja, daar kom ik in sommige video's ook voor. Maar hij maakt ook echt hele leuke video's. Goed. Dan gaan we naar Boo Mario. Hoe heet de moeilijkste game? Hebben we al geantwoord, hè? Meat Boy. Dus dat blijft nog steeds mijn moeilijkste game. Dus dankjewel Boo Mario. Robin van der Loon. Als je in zaad plant, kun je dan een baby laten groeien? Is dat niet een film of zo dat daar wel gemaakt was of zo? Maar ik denk niet dat dat mogelijk is. Dus ben je van plan om ooit de Dark Towler te creëren? Nee, dat doe ik de Towler niet aan. Hij heeft het mij aangedaan en ik zeg je, dat doe ik hem niet aan. Oké, nou maar... Naar welke Nederlandse YouTuber kijk je het meest uit? Ik heb ervoor gezorgd dat je niet Markie Moe kan zeggen. Naar welke Nederlandse, Nederlandse YouTuber kijk je het meest op? Fijn. Sorry. Oké, vierde vraag. Als er een zombie-apocalypse zou uitbreken, wie van de handelcrew zou volgens jou het eerste doodgaan? Leef je uit? Wow, die is nogal duister, die vraag. Ja. Kijk, als het nou in Minecraft zou zijn, een zombie-apocalypse. Ik denk eigenlijk dat we het allemaal heel erg goed zouden doen tot niemand van ons doodgaat. Ik bedoel, we hebben genoeg van die zombiefilms gezien, we hebben genoeg games gespeeld en noem maar op. Dus ik denk niet echt dat iemand van ons dood zou gaan. En om een voorbeeld daarvan te geven. Ik weet het, ik ga deze eventjes een beetje in diepte erop in. De Tower heeft ooit een keertje dat we konden lezen gamen. Dat was een celebration video. Dat was een celebration event. Toen haalde hij 1000 subs en toen gingen wij lezen gamen. En ik heb nog nooit in mijn leven gelezen gamen. Dus lezen gamen, dat is dat je hebt een pistooltje om je op elkaar richten. En je raakt elkaar alleen maar echt als je richt. En... heel erg, op een rare manier waren wij daar enorm goed in. Dus vandaar dat ik echt zeg van, ik denk dat wij elkaar wel heel erg goed zouden dekken en dat wij het gewoon allemaal zouden overleven. Dus, maar dat is mijn mening. Dus, goed. Volgende vraag. In ieder geval Robin, bedankt voor je vraag. Gefeliciteerd met je van de Cabonek. Gefeliciteerd met je 3000 subs voor de Q&A. Wat voor opleiding heb je gevolgd? Ik heb beveiligingopleiding gevolgd. Dat is MBO geloof ik. En de opleiding die ik eigenlijk heb gevolgd buiten YouTube om. Ja, YouTube heb ik geen opleiding voor gevolgd hoor, dus nee, maakt niet uit. Goed. Dan komt de volgende vraag van Mandoline Speed. En die vraagt, speel je een instrument? Heb je er ooit één gespeeld? Zo ja, welke? Nou, het enige instrument wat ik ooit heb gespeeld en nog steeds vandaag de dag speel is de ocarina. Zoals je hebt gezien bij de Legend of Zelda Ocarina of Time heb ik goed geoefend op de ocarina. En bij evenementen speel ik ook nogal heel erg vaak op de ocarina. Wat mij geleerd is door Erik, dus ja... het instrument dat ik speel. Goed, volgende vraag. Van Old Ways to Gaming. Geweldige video. Wij moeten juist bedanken voor elke dag een lach op onze gezichten. You are number one. Dat is Mario Raft. Nu komen de Q&A. Klik op meer weergave. Heb ik al gedaan. Pas je voor. Goed. Wat zou je doen als YouTube ooit stopt? Naar een volgende website gaan en daar gewoon lekker verder gaan. Heb je creed mode al verslagen? Ik neem aan dat je afterbirth bedoelt. Ja, dat is op een livestream al geweest. Ben je nog steeds zo high? Oh. Die doen we even anders. Ben je nog steeds zo high music? Oh, ja, dat ben ik wel. Speciaal voor jou. Dit nummer wordt irritant. Nee, ik vind het nog steeds grappig om af en toe een hele video te doen. Oké, kun je eens een voice acting doen van Mom van Isaac? Just for the funs. I will do my best to save him, my lord. I
will do that. Isaac! Oké, die was wel erg slecht. Isaac! Isaac! Ja, dat was ja. I will do my best to save you. Niemand die verwacht die stem eigenlijk, maar goed. Volgende vraag, dankjewel Oldwaze Gaming voor die vragen. En nou had ik het toevallig over Erik, en nou zien we hem toevallig hier in de video staan. Musical Memoirs. En dan een vraag voor in je Q&A. Wat raad je beginners aan voor video editen, software en mogelijk andere tips? Ik moet even op meer lezen drukken, zie ik hier zelfs. Zit het daadwerkelijk aan te denken om ook actief dingen op YouTube te doen, waaronder gamen? Als ik een game, als ik alleen game, voelt dat soms eenzaam, vooral omdat ik zelf dan stil ben. Maar als ik naar toekomstige kijkers ga praten, dan voelt dat mogelijk heel anders aan. Ik ben namelijk een stil type die helemaal niet stil wil zijn. Nou, zoals iedereen al weet, in mijn beschrijving van mijn kanaal staat dus zeg maar de setup die ik gebruik. Ik gebruik Magix om de video's te editen. Ik gebruik de Hapok Gaming Edition om mijn Hapok Gaming Edition 2 om mijn videogames op te nemen van de consoles. Ik gebruik OBS voor PC-opnames. Ik heb de Blue Yeti als microfoon. Ik heb een G35 Logitech headset als andere microfoon. En ja, het probleem is wel dat je moet wel een beetje voorbereid zijn over het spel wat je gaat spelen. Dus speel je inderdaad een spel, dan dat je daar wel weet wat voor audiocommentaar dat je op gaat geven. Zoals je weet, bij mijn eerste Let's Play, ik was ook doodstil. Dus je moet wel een beetje weten waar dat je over gaat praten en probeer stille momenten te voorkomen. Dat is het enige advies wat ik erbij kan geven. Maar Erik, sowieso zien we jou misschien binnenkort wel een keertje op mijn kanaal verschijnen met een Let's Play, wie weet. Spoilers. We gaan ervan komen. We zullen het wel zien. Maar goed, ik ga door naar de volgende vraag. Want ja, het zijn heel veel vragen, jongens. Dylan Vriens uit de vraag. Wat heb je gedaan? En daar heb ik al geantwoord. Top bedankt voor je vraag. Oké. Okay. Dan gaan we naar Ewout Vlamink. En die had geschreven. Wat is je favoriete niet-Nintendo game? Terraria. Waar is Dark Player? Nou, Halloween is voorbij. Dus die is weer mooi terug naar de duistere realm toe gegaan. Daar heb ik geen zin in. Die heb ik ongeluk. Wegwezen jij. En die is eventjes gewoon op AFK. Kun je handdoek eens imiteren? Dat kan ik zeker. Let maar op. Nee, even zonder gekheid. Nee, even zonder gekheid, jongens. Bad habit. Maar even zonder gekheid. De Touwler imiteren. Hallo, beste mensen van de Touwler Gaming. En welkom terug bij Mario Kart. Oh. Dus, Hallo, Touwler, je bent awesome. Oké, okay, we gaan naar de volgende vraag. Even mijn haren een beetje weer fatsoenlijk doen, jongens. Achie. Zo, dat gaat goed. Achie. Dat gaat heel goed. Volgende vraag. Oké, okay, de volgende komt van Thibaut Kreeks. Ik hoop dat je naam goed uitspreekt. Komt er een vervolg van 1.3 nou komt er een vervolg van Terraria nou dat 1.3 is uitgekomen? Ja, daar ben ik van plan. Wanneer dat die komt? Dus je weet in ieder geval dat er binnenkort een 1.3 gaat komen. Dus, en met binnenkort kan binnen dit jaar zijn, dus. Ja, binnen dit jaar bedoel ik dan november 2015, november 2016. Niet dat je al gelijk denkt van, oh, dus dat moet niet zijn. Goed, volgende vraag. Volgende vraag is van PG. Wat vind je van de Touwler's lach? Hilarisch. Op sommige momenten kan die echt behoorlijke uitschieters maken. Heel erg hoog. En natuurlijk niet in het begin. Het is een Mickey Mouse lach. Hoho! Daar. Hoho! Ik kan het nog niet zo heel hoog. Hoho! Ja, houd daar maar op. Ik vind hem geweldig. Volgende vraag. Die komt van MB Vlogs en die had gevraagd, wat doe je nog meer met voice acting naast YouTube? Nou, ik kom heel vaak bij evenementen samen met Gamepit. En ja, dan doe ik daar ook voice acting, dan doe ik daar Mario. Of ik sta er op het podium en dan doe ik ook allerlei stemmetjes voor de grap. En ja, dat doe ik buiten de video's op YouTube, doe ik samen met Gamepit. Dus, goed, volgende vraag! Oh, dat is toevallig ook gelijk de laatste vraag en die komt van meneertje NL. Welk videobewerkert heb je gebruikt? Ik begon met Windows Movie Maker, daarna heb ik deze studio ook wel overschakelen naar een goed programma, maar heb jij een idee? Het moet gratis zijn.
Plus, ik wil mijn Wii en Wii U en zo opnemen. Hoe doe ik dat? En nog één ding, welk programma kan ik gebruiken om op te nemen? Ik gebruik OBS, maak ook 10 minuten video en dan zijn het 130 MB. En dat is bestand te groot om te bewerken. Echt, hartstikke bedankt als je dit kon op... Oké, nou, ik ga hem beantwoorden. Ten eerste, het moet gratis zijn. Dat is niet mogelijk. Als je echt leuke video's wil maken, dan heb je echt apparatuur nodig. En apparatuur kost helaas geld. Zoals ik al in de vorige vraag had gezegd, de setup die ik gebruik, er zit best wel een prijskaartje aan. Maar ik kan helaas niet zeggen dat er iets gratis tussen zit wat echt handig kan zijn. Zelf ben ik ook begonnen met Movie Maker. En later heb ik toen echt geld bij elkaar gespaard om te zeggen van ik wil echt professioneel aan de slag gaan. Vandaar dat ik ook een green screen toen heb gehaald. Daarmee bezig ben geweest met editen, camera, microfoon en al die dingen. Dus, maar dat is toen in de loop van 8 jaar, 9 jaar, 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar, 13 jaar. In de loop van 8 jaar dat ik nou op YouTube zit, heb ik dat zo een beetje langzaam bij elkaar gespaard. En een keer weer een nieuwe upgrade. De laatste upgrade die ik eigenlijk heb gehad was de webcam. Die heb ik voor mijn verjaardag gekregen toen. Van Adi heb ik. Dat was eigenlijk wel nodig, want dan houden die gaf zo'n donker beeld. Dus echt gratis is het helaas niet te doen. Sorry. Oh nee! In ieder geval, dat was dus de Q&A. Echt enorm bedankt voor alle vragen en natuurlijk de support. En ik weet dat ik zeker weer bedankt. Ik kan dat gewoon niet vaak genoeg zeggen. En ik vind het ook fijn dat jullie mij bedanken. En dat ik jullie bedank, dat is dan een beetje een tennisspel. Dus ik gooi de tennisbal weer naar jullie toe. Jongens, enorm bedankt voor alle support die jullie hebben gegeven. De reacties op de video's, de vragen die ik heb gekregen. Mocht jouw vraag nou niet goed beantwoord zijn of heb je daar een beetje heb je nog een andere vraag, dan zal ik ze schriftelijk beantwoorden in deze video. En met schriftelijk bedoel ik dan natuurlijk te reageren op jouw video. Zorg er wel voor dat het mogelijk is om op jouw reactie dan te reageren. Nou, met dat gezegd hebben, ik dank jullie voor het kijken naar deze Q&A. Er komt binnenkort een speciale video. En op het einde van deze video zal ik daar een heel klein sneak previewtje van geven. Dus editor, doe er wat leuks mee. Zet het maar eventjes neer. En met dat gezegd hebben, dank ik jullie nogmaals voor het kijken. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd hebt voor al deze YouTubers met hun geweldige vragen. En met dat gezegd te hebben, sluit ik nu af. Dus, doei! Ik ga de touw requesten voor een nieuwe Q&A.